Hoi, welkom bij Blokjesfan. Ik heb een bijzonder pakketje in de brievenbus gekregen. Dit pakketje. En dat gaan we zo openmaken. En als het goed is, dan zit iets heel bijzonders in dit pakketje. Namelijk de eerste 5 commercieel beschikbare Nederlandse custom minifigures. En waarom is dat zo bijzonder? Nou, er zijn al verschillende andere bedrijven in andere landen die Lego poppetjes beprinten, bedrukken of er zelfs andere onderdeeltjes voor ontwerpen. En er is nu een nieuw bedrijf in Nederland, brickprint.nl. En die heeft mij gevraagd om poppetjes te ontwerpen met Nederlandse klederdracht. Hieronder in de beschrijving zal ik wat linkjes zetten, ook naar de Facebookpagina van Brickprint, waar je die poppetjes kunt bestellen. Nou, laten we snel kijken wat er in het doosje zit. Zo, eens even kijken wat erin zit. Maak het doosje open. Kijk. Brickprint. Het visitekaartje zit erbij. En een mooie aanzichtkaart met een persoonlijke tekst van Michel en Vivian. Super, dankjewel. Er zit een klein cadeautje bij. I love Brickprint. Tegeltje 2x4. Leuke gimmick. Even kijken, wat zit erin? Er zitten 5 poppetjes in. De poppetjes waar het om gaat in dit filmpje. De oud-Hollandse poppetjes. Even kijken hoor, volgens mij is dit een beetje het idee. Dit is een blauw-wit poppetje. Dan zal ik straks even uitpakken ook. Het is een standaard hoofdje, een standaard haarstukje. Maar de printjes op de torso en het jurkje zijn custom, zijn zelf ontworpen. We hebben hier nog een poppetje met een blauw jasje. Dit is echt oud-Hollandse klederdracht. Je ziet hier echt klederdracht van Volendam zit hierop. Het is alleen de voorkant is beprint. En deze. Deze heeft ook een leuk rood printje. Of nou ja, een rood lijfje. Kijk, het zijn toch vooral de dametjes hoor, die heel mooi zijn. Kijk toch naar die sjaaltje om. Prachtige rok. Kleurrijk poppetje is dit. Ja, zoals je ziet zijn het 5 hele mooie poppetjes geworden. En ze zijn dus zoals gezegd te bestellen bij Brickprint. En ik ben zelf ook heel trots op het resultaat. Ik vind vooral ook dit vrouwtje heel goed gelukt. En ze hebben echt een mooie Volendamse klederdracht aan. En ik kan je alvast verraden dat er ook nog wel meer aan zit te komen. Dus ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Vind je het nou heel leuk poppetjes? Koop ze dan vooral bij Brickprint. En vind je het een leuke video? Geef dan even een like of abonneer je even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Doei!